Dag aan alle kreeften, welkom voor deze maandelijkse horoscoop voor het teken kreeft. Of misschien heb je een ascendant in kreeft of de maan. Dan is dit van toepassing voor jullie. Natuurlijk, het is in het algemeen, hè. Nu, het is een heel dynamische maand, een heel creatieve maand. En kreeften zijn over het algemeen ongelooflijk creatief. Er is wat we noemen in de astrologie een perfect vierkant die zich vormt. En een perfect vierkant wil altijd zeggen manifesteren, een verandering. En voor jullie kreeften gebeurt zich dit in het teken voor jullie, dus in tweelingen. En dat is net het teken voor de kreeft. Dus dat is jullie 12e huis, het meest onbewuste huis. Het huis waar je dingen wegsteekt of dat je zelf niet. Stukjes van jezelf die je nog niet kent, die in het onderbewuste vertoeven. Zeker met deze nieuwe maan is het een ideale maand voor de kreeften. En dat speelt zich allemaal af op de achtergrond. Om bepaalde stukjes van jezelf te leren kennen. En dat is zeer, zeer belangrijk, omdat je dan betere keuzes kan maken als je jezelf beter kent en als je weet waar het om draait. Dus op dat gebied zeer interessante maand voor de kreeften. Maar zoals ik al zei, het is niet iets dat, het is heel subtiel. Dus subtiele zelfkennis die zeker verbeterd wordt. Niet dat die te weinig was, maar gewoon sterkere zelfkennis en het ontdekken van je blinde vlekken gedurende de maand juni. Wat nog? Mars bevindt zich in Schorpioen. Dat is ook een waterteken, dus dat gaat heel goed. Het gaat wel retro, dus het loopt zogezegd achteruit. Dat verbetert jouw creativiteit, jullie kreeften, want Mars is actie nemen. En het gaat hier om stilstaan bij misschien vroegere hobby's. Of misschien ga je je afvragen bepaalde projecten die je vroeger hebt willen doen, om die nu te lanceren. Vroeger was het misschien de moment niet voor, en nu is dat wel zo. Dus dat is die Mars retro in Schorpioen in jullie 5e huis. Zeer interessant voor degenen die creatief zijn of artistiek. Niet alleen artistiek, maar ook creatief. Je kan een IT'er zijn en heel creatief zijn. Door na te denken over een aantal zaken die je bijvoorbeeld vroeger hebt laten liggen. En last but not least, Jupiter, de planeet van expansie, bevindt zich in jullie 3e huis van communicatie en maakt een hele mooie driehoek met Pluto in het 7e huis. Dus dit betekent dat je sociale contacten belangrijker worden. Niet dat ze het nog niet waren, maar belangrijker, dieper worden. Of dat je nu in een relatie bent of niet. Ben je niet in een relatie, dan kan je misschien iemand via het internet leren kennen, omdat Jupiter in het 3e huis is. En dus die Jupiter-Pluto, dat is eigenlijk voor de ganse maand een heel positieve energie. Als je iemand nieuw leert kennen, zal het heel intens zijn. Je kan je relaties transformeren op dit moment, gedurende de maand juni. Dus ga ervoor. En transformeren wil zeggen een nieuwe vorm geven. En waardoor dat je veranderd bent en ook de persoon met wie je te maken hebt. Voilà, bedankt voor het kijken, jullie kreeften. Ik wens je een heel spannende maand, dynamische maand en tot volgende maand. Dag!